Ik ben Albert-Jan Vonk, voorzitter van korfbalvereniging Tempo het Alphen aan de Rijn. We hebben op dit complex heel veel aan verduurzaming gedaan bij het prachtige pand wat je hier achter mij ziet staan. Als je in de oude situatie naar dat pand gekeken zou hebben, dan zou je daar gewoon een traditionele grijze bakstenen doos hebben zien staan. Op het dak de zonnepanelen, zo'n 50 stuks ongeveer, die er natuurlijk voor zorgen dat we redelijk autonoom in de maanden, zeker dat we hier zijn en de zon regelmatig schijnt, gebruik kunnen maken van de energie die we letterlijk eigenlijk uit de lucht plukken, zou je kunnen zeggen. Als je deze wand ziet, dan denk je in eerste instantie dat dit vooral uitstraling geeft aan het gebouw en daarmee ook mooi integreert in de omgeving hier bij de sportvelden. Veel belangrijker is het dat deze wand ook daadwerkelijk heel veel isolatiewaarde levert. Hierachter zitten hele dikke platen Tempec, zou je kunnen zeggen. En aan de buitenkant zorgen we daarmee voor isolatie ten opzichte van de oude gevel die er in het verleden achter zat met alleen maar grijze bakstenen. Bij het opzetten van dit complex en dit gebouw zijn we ervan uitgegaan dat we als Tempo niet de enige gebruiker van het complex zullen zijn. Dat betekent dat als je hier rondkijkt, vandaag wordt er gekorfbald. Maar er wordt hier ook gehandbald door de handbalvereniging Rijnsteek. Er wordt hier gebeachvolleybald op een stuk zand hier achter de kantine. Maar we hebben bijvoorbeeld op de dag hier ook huiswerkbegeleiding in dezezelfde ruimte. Zodat we ook met meerdere partijen gebruik kunnen maken van de oppervlakte die er in Alphen beschikbaar is om te sporten. We hebben dit tot stand gebracht en dat vind ik het hele mooie van dit traject in een zeer nauwe samenwerking met de gemeente Alphen aan de Rijn. Om je een idee te geven, de kleedkamers in Alphen zijn van de gemeente Alphen aan de Rijn. Maar de kantine die je ziet staan, waar je eigenlijk je centrale ruimte hebt, die is van korfbalvereniging Tempo. Dus op het moment dat we dit traject wilden gaan aanpakken, wilden wij twee dingen tegelijk doen. De kleedkamers weer op een acceptabel peil brengen. En daarnaast ook die verduurzaming in de kantine gaan doorvoeren. En dat kon eigenlijk alleen maar als we met die twee partijen samen dat zouden doen. En dat is wat mij betreft een ultieme samenwerking geworden. Wat ik vooral mee zou willen geven is dat je geeft niet te snel op. Ik merk dat een traject als dit is echt een traject van de lange adem. Er gaat heel veel geld in om. Geld waarvan je in eerste instantie ook niet denkt dat je dat altijd zomaar beschikbaar kan krijgen. Maar er zijn ook hele goede subsidieregelingen in Nederland. Waar als je daar ook samen met de gemeente naar kijkt, je echt grote voordelen kunt halen. Ik noem de BOZA-subsidie, maar ook subsidies die nog veel meer op het vlak van de verduurzaming liggen. En als je die goed uitdiept en je stopt de tijd in om dat uit te zoeken, dan kun je een complex als dit ook daadwerkelijk realiseren.